En hallo mensen, top dat kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Ronnie en ik ben hier vandaag in een potje All or Nothing. Dit is zover als ik weet een nieuwe game mode in Call of Duty Infinite Warfare. We gaan vandaag een potje spelen op de map Frost, zoals jullie zien. We gaan vandaag twee potjes spelen en misschien wel drie. Dat ligt even aan hoe goed het gaat, dat ik het even zo zeg, omdat ik al even met deze game mode heb gestruggeld. Maar het is best wel lastig, laat ik het even zo zeggen. Wat houdt eigenlijk, simpel gezegd, houdt het in dat je, je begint met een pistool zonder kogels en met een knife. Oh, en met een biospike, dat ook nog. Die biospikes zijn best wel vervelend. Maar in ieder geval, zoals we kunnen zien, we spelen met, even kijken, 3, 6, 10 mensen, dank je. Je begint met een pistooltje zonder ammo en met een knife met 20-0 en met een biospike. Zolang als je nog geen ammo hebt, loop ik gewoon. Wat? Nee. Oké. Poging 2. In ieder geval. De knife en de biospike dus. En kom je hier? Kom. Niemand. Niemand zou zijn. Fuck. Zo, kan ik dat ding weer oppakken. Super, kan ik weer rennen. Dank je. Nee, kut. Niet, ik kan, god, ik wil het laten zien, maar ik kan niet laten zien. Ik krijg het niet van elkaar. Kijk. Oh, godverdomme. Ik wil het echt laten zien. Tot zover als ik het kan laten zien in ieder geval, is het de bedoeling dat op het moment dat je een kill maakt, kan je ammo oppakken. Godverdomme. Oh, hij heeft natuurlijk al een pistooltje. Kan je ammo oppakken en daarmee kan je natuurlijk je wapen laden, waardoor je kan schieten. Dat is natuurlijk wel best wel nice op zich. Kut, ik niet. Die lopen naast elkaar. Kom op. Ah, kom op. Niet in mijn rug. Niet tof. Ik ga niet zo heel goed. Dus jullie zelf ook wel konden zien, denk ik. Kom op. Nee, kom op. Waarom? Wat gaat er toch steeds fout? Ik sla toch gewoon. Doe ik het niet goed? Ik snap het echt niet. Fuck jou. Kijk, nu hebben we dus kogels. We moeten proberen iemand te killen. En dan krijgen we nog meer kogels. Omdat we zeg maar een scavenger hebben. Dat is een beetje het idee. Maar dat moet wel een beetje op afstand. Want anders zijn ze veel te snel. Dan gaan ze hier knijpen. Dan ga je dood. En dan gaat het helemaal fout. Kijk, yep. Ja, zie je. Dan krijg je dat dus. We moeten wel proberen dit even te winnen. Dat zou wel nice zijn. Maar het is wel heel lastig. Het is mezelf nog niet gelukt om te winnen. Wel bijna. Toen was ik tweede. Maar. Wow, wat een drukte! Nou, kut, 3 kan niet, hè? Dat wordt hem echt niet. Oké, we lopen wel een soort van gelijk. Want iedereen, er zijn een aantal bij 7 en eentje bij 8. En ik ben bij 6. Ik loop niet heel veel achter. Ah, nee, ik gooi de buispuik, maar hij dacht ik ga hem van slaan. Oké. So far. Zie je wel dat hier echt een fight going on is, zeg maar? Oké. En ik moet nog aan, super. Kut. Oh, dat is lastig. Ze maken nu wel snel mee. Dat is wel lastig, in principe. Dus ik wil eigenlijk even. Waar zijn ze nu? De. Nee, kom op. Oh, je ziet waarschijnlijk. Jullie waarschijnlijk mijn controle keihard spelen. Omdat ik echt keihard die knopjes aan het drukken ben. In de hoop dat ik iemand te pakken krijg. Wat best wel lastig is op deze manier, natuurlijk. En ze verplaatst zich steeds weer. Waardoor het opnieuw lastig wordt. En ik heb natuurlijk niks opgepakt. Fuck jou. Nee, kom op. Oh, daar zit iemand al bij 16. Oh, die gaat snel. Zo, tering. Ik moet proberen dat ook snel te doen. Maar dat lukt niet echt zo. Spring. Doe het voor mij. Doe het voor mij. Nee, wordt niet. Had ik hem? Weet ik niet. Oh, en hij schiet weer. God. Ik wil wel, dan wil ik in ieder geval in de top 3 belanden. Red ik dat nog wel? Want ik denk dat eerste worden nu wel een beetje lastig wordt. Op zijn tempo. Fuck nou. Oh, ik heb natuurlijk geen ammo opgepakt. Super. Het is in ieder geval een gratis kill erbij, laat het zo zien. Fuck. Oh, ik ben al tweede. Dat gaat al goed.
Oké. Okay. Nee, kut. Oh, ik ben tweede. In ieder geval tweede. Ik stel voor, als we eerste worden, doen we 3 potjes. Worden we tweede, doen we 2 potjes. Dat verzacht de pijn voor mij. Dat is alles. Oké. Oeh. Bra. Je gunt me ook gewoon die kill niet. Hij wist gewoon dat ik hem ging pakken, dus. Dan zou ik ook wegrennen. Oh, kut. Ik kan niet boosten. Oké. Heel even. Die laatste pak. Die eerste, die pakt die kill niet op. Nee, kut. Oké, ik heb nog 2 kills. Hij heeft nog 1 kill. Het gaat ontspannen. Kan ik die 2 kills eerder pakken dan. Nee, die ene kill. Het zou heel prachtig zijn als het zou lukken, maar. Ik ben er bang van niet. Oh, ik heb hem gewoon. Dankjewel. Woe. God, dat was lastig. Dat was lastig. Ik had wel echt een achterstand. Kijk maar daar gaan dan. Ik weet niet wat daar gebeurde. Ik dacht gewoon bang. Dank je. Oh. Dit is dat bij deze video geen hartslag mee zit. Want anders had je echt 180 kunnen zien staan. Zo. Woe. We doen in ieder geval nog een potje achteraan kaart. Dan komt de Thor al helemaal prachtig erbij vliegen. Kijk, ik bedoel, ze ook nog op dat. Kijk, een Thor is gewoon een stuk sterker dan. Ja, dan een knife en een pistooltje. Dus dat is in ieder geval heel nice. Maar ze doen er meteen een potje achteraan. Dus ja, let's go. Daar zijn we dan in potje 2 van All or Nothing. Toen ik net de naam was, toen pleurde er iets uit. Of er ging iets fout waardoor de lobby. Disconnect raakte. Dus we zitten in een andere lobby. Ik weet niet tegen wat voor soort mensen ik speel. Maar ik ga ze wel muten, want ik vind dat hartstikke vervelend. En ik heb er nog even tijd voor. Dit is de map Precinct waar we op spelen. En ik hoop dat we daar een lekkere scoring kunnen neerzetten. Als jij. Waar is mijn bio spike? Fuck jou. Nee, kut. Oh, ik had hem niet verwacht. Ik zag er ook maar 2. Ik dacht, er zijn er ook maar 2, weet je. Nee, oh, wat lelijk. Ik zag hem ruim van tevoren staan. Ik dacht, stil. Kijk. Nee. Er was geen Oh god, waar komt hij vandaan dan? Hij was bovenaan. Maar misschien niet meer voor lang. Misschien ook wel. Dat weet ik niet. Nou, kom op. Nee. Dus we zijn wel snel. We pakken het snel op, dat is een beetje jammer, vind je dat? Nee, kut. Oh, jongen. Dat is lastig, hoor. Je moet echt keihard drukken op dat knopje meteen. Anders pakt hij misschien de kill met eerder. Ja, en dat zon en hoog. God, ik dacht dat hij niet... Gaat echt snel. Niet chill. Kan je niet bijhouden. Ah, kom op. Ga weg met je pistooltje. Die heeft natuurlijk zoveel ammo als hij zelf maar wil. Die gaat natuurlijk gewoon iedereen afknallen en gewoon slopen. Laat iemand dat kind stoppen. Lijkt me een heel goed plan zelfs. Doei. Oh. Hey, kut. Ah, ik ging zo mooi. Er gaat er eentje te hard. Dat is niet goed. Er gaat er eentje te hard. Nee, kut. Gaat er eentje zo hard? Dat is echt niet leuk. Ga dan niet bijbenen, man. Hey. Oh, nee, shit. Kijk, ik ben tot de 8, maar is al bij 19. Kom op. Dat is niet eerlijk. Dank je. Je nakt mijn kill. Nee. Ah, oh, mooi. Ik sta ook in de top 4. Oh, daar zijn. Nou, daar gaan we al. God. Waarom zit er altijd één iemand tussen die altijd sneller is dan ik? Oké, behalve het vorige potje, maar verder. Nou, dit is dus 1 uit 2. In dit geval. Ik wil er wel 2 en 3 van maken. Dus dat gaan we gewoon proberen. Dat is eigenlijk het hoofddoel van het volgende potje. En deze gast, die Ali Mazdok. Ik weet niet hoe die naam is. Dan noem je hem even Ali. Om Ali uit te schakelen. Ali moet eruit. Simpel. Dus dan gaan we doen in potje 3. Dus let's go.
We zijn in potje 3 terechtgekomen. Ik weet niet wat vandaag is, maar die server is helemaal niet of zo. Je zag daar zat met dat ding laden. Ik ben weer in een andere lobby. Het is een hele rustige lobby. Ik had er maar niet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen. We zijn er bijna. Er zijn 6 enemies en we zijn al bijna begonnen. Dus ja. Ik heb geen idee alweer tegen wie we spelen. Dus dat is een beetje lastig. Dus het kan echt een mooie, het kan een mooie overwinning zijn. Maar dat kan ook naar, dit kan ook helemaal naar niks toe gaan, omdat ik natuurlijk niet weet tegen wie ik speel en wat we kunnen. Dat is een beetje jammer, dat ik dat niet weet. Dus ik ben nu weer een beetje een... Kijken, minimaal. Want waarom moet ik zo lang zoeken? Dat is helemaal niet handig. Ik moet sneller. Belangrijk om te vinden, want er is eentje al op 3 namelijk. Ik weet niet waar die fight is, dus ik kom er niet. Zijn ze nou... Oh. Nee, kom op. Fuck, dit duurde veel te lang. Dit duurde veel te lang, dit. Terug. Nee, shit. Oh, er is eentje al bij 4. Ik moet even sneller. Dit moet sneller. Dit is veel te lang allemaal. Veel te lang duurt. Hup. Nee, kut. Oh, mis. Dit mis ik ook nog eens. Er gaat er eentje al 5. Ik moet sneller. Kom op. Ik kan niemand vinden. De map is hier veel te groot voor. Dit stresst me een beetje. Omdat ik heel graag even 2-3 wil maken. Ik heb in ieder geval nog een gedeelde winst heb voor mezelf. Maar het wordt hem zo niet, omdat ik hem nog kan vinden. Dat frustreert me een beetje. Er komt gewoon niemand tegen en wie tegen zit kilt mij. Dat vind ik god niet. Hoe lang liep jou achter me? Ah. Damn it. Als ik nou nog zou ontdekken waar iedereen is. Dat zou super zijn. Ik zag er een kat in. Loop achter me aan. Sloop hem. Oké. Waar is die? Nee, kom op. Er is al eentje bij 19. Nog 6 op 2, jongens. Ik heb 5 kills. 5 deaths. Gaat niet goed. Dat heb ik weer. Als je niet weet wat je speelt, dan... Godverdomme, waarom heeft iedereen tot aan het pistooltje? Het ammo. Iedereen heeft een pistooltje, dat heb ik zelf ook al ontdekt, maar... Niet iedereen heeft hem ammo. Wat? Nee! Oh, ik heb wel de kill, beter. Dus ik kreeg bijna helemaal een woede aanval ofzo. Kom dan. Nee. Ja. Dat, ik heb al 4 kills, jongens. Dat is helemaal niet goed. Ik kom echt even al die rustige plekken in de map ofzo. Ik weet het niet waar de fight zich voordoet. Ik weet niet waar iedereen is. Nee? Ah, oh, vindt hij mij ook weer. Ik loop 10 kills achter. Dat gaan we nooit redden. Met de beste wil van de wereld gaat dit dan waarschijnlijk niet worden. Lastig. Ik had niemand op elkaar. Zitten. Nee, wat? Nee, kan ik niet. Hop. Oh, match begins. En... Zie je, dit krijgen we. Dit krijgen we weer met de... Die kutsurfers? Nee, en dan word ik gekilled? Nee. Dit potje? Echt, wat een poeppotje dit, hè. Zo. Oh. Toeval dat ik keek. Ik noem dat toeval. Hot. En dan ben ik mijn biospike kwijt. Pak dat ding. Wat? Ah, die hele server lag een hard. Kan je toch geen potje spelen, jongens? Is met de servers aan de hand? Fix die shit.
Nee. Ah, oh, kom op. Het lijkt me ook echt af. Ik ben ook echt bang op het moment dat ik ben gejobd dat ik dan die server niet vastloop, weet je. Hij heeft natuurlijk weer pistooltje, natuurlijk heeft hij pistooltje. Maar er komen nog mensen bij die natuurlijk al lang geen kans meer hebben. En daar gaan we. Wat een fucking kutpotje. Sorry voor mijn taalgebruik, maar echt. Lag en gedoe en... Ja, het is... Kijk, dit gaat toch nergens over. Het is echt niks. Die service op deze manier, je kan niet een normaal potje spelen op deze manier. Ik ben 3 potjes gejoined. Ik kon 1 potje spelen en je werd meteen gedisconnect. Dat zal nu waarschijnlijk ook weer het geval zijn. Dus... Dat is het, dus connect blijven is ook al niks. En dan onder de game zelf nu tegenwoordig. En dat gaat helemaal nergens over, jongens. Blijven we geconnect? Dat maakt nu eigenlijk ook niet meer uit. We hebben in ieder geval 1 van de 3 potjes gewonnen. Niet zoveel als ik zelf had gehoopt. Het eerste potje was in ieder geval wel lekker. De tweede ging niet zo goed. En de derde was eigenlijk gewoon... Ja, het was gewoon verschrikkelijk. Maar, daarentegen hoop ik wel dat jullie deze video zelf wel leuk vonden, want ik vond hem wel heel nice om te maken. Alleen, de potjes ging niet altijd even goed. Maar, in ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten. Bedoel, ze even een blauw duimpje, maar vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik laters, dag en doei.